als ik tussen de 4.10 en 4.15 loop, ben ik helemaal tevreden. Ik ga denk ik tussen de 3.5 en de 4 lopen ergens. En als ik enthousiast word, dan doe ik gewoon een 4'tje. En een 3'tje. Dan ga ik richting de 3, denk ik. Zou ik niet doen, want je moet volgende week ook nog lopen. Ja, dat weet ik. Maar je weet het nooit, hè? Mm. Een beetje gek doen. Dadelijk vroeg naar bed. Een belabberde voorbereiding. Niets gedronken, niet geslapen. Ach, hè? Godverdomme, zondag. Hola. Goedemorgen. Wij zijn er klaar voor, hoor. Ja. Knallen. Apeldoorn. Apeldoorn. Nachtlopers. Apeldoorn. Bij gebrek aan beter, gewoon een beetje op stoel liggen. Kijk, dat is mijn vader. Yep. Helemaal scherp. Kijk, nou is het niet stil, hè, als ze rijden. Ja, we hadden net een knauw. Half uur voor de start van de marathon. Een beetje zenuwachtig, wel lekker. Dadelijk een stukje warm lopen. Ja, ik ga wel lopen, ik weet het niet. Je moet gewoon rustig aan, een stukje op de Veluwe. Ook om al die mensen weer te zien. Ik krijg een beetje gewoon zin om harder te lopen dan ik eigenlijk gepland had. Dus we zien wel wat de tijd is. Ik ga voor 3,5 uur. Maar ik geloof niet dat het... Dat het daar boven zal blijven. Zo, lekker in de stad. Nou begin ik kriebelen in de buik een beetje op te spelen. Nog 3 minuten en dan hoppelen we rustig aan. Het weer is fantastisch. Niet echt een wintermarathon, maar laten we maar. Daar gaat hij dan. We zijn begonnen. Zo, nou een paar kilometer onderweg. Vol tegen de zon in. En we beginnen wat meer ruimte te krijgen. In het begin was het nog een beetje hutje met je. Een hele groep die spreidt zich een beetje uit. En volgens mij lopen we zo de Veluwe op. Het eerste klimgedeelte van de race. Oh. En rustig omhoog. Oh ja. Ik weet niet hoe lang het nog gaat duren. Ja, een stukje deze. Ah, oké. Okay. Eerder gelopen? Ja. Ah. Ik heb het niet eerder anders. Oh, dan weet je hem wel. Weet een beetje. Kijk. Nou, ik ben in ieder geval blij dat we de stad uit zijn. Juist. Kijk. Lekker de rust. Het eerste stukje naar beneden. Altijd lekker, altijd lekker. En een beetje uitlopen. We zijn ongeveer 6 kilometer aan de gang. En benen voelen bijzonder goed. Zo, ook zoeren binnen. Eén groot feest. We gaan weer een klein bergje op. Hop. Maar we mogen niet klagen over de omgeving, toch? Nee, is hier mooi, hoor. Ja, precies. Dit is het mooiste stukje. Ja? Hoogzoeren, ja. Laat ik nog een keer hier hoogzoeren door. Ja. Lekker, lekker. Maar daar ziet er niet zo meer van. Zo niet? Je moet er niet van genieten. Snot voor je ogen. Ja. Ah, dat was hem. De 10 kilometer drankkost. Jop. Water! Ja, bedankt. Water!
auto, benauwd de rum. Kijk, minder bos, meer Veluwe. En hij. Sowieso door de Veluwe. En overal wilde fotografen van dekking gesteld. Nou, mooi uitzicht. Groepje aanmoedigaars. En wat zien we tot onze verrassing? Of wat zie ik tot mijn verrassing? Onverharde wegen. Dat is hartstikke lekker. Mooi voor de knietjes. Een beetje uitrusten. En het gaat ook nog naar beneden. Kijk. Nou komen we wel. Bijna bij de 15 kilometer. Jelly zit erin. Die verbrandt toch wat op zijn dag. Toch nog een hele hoop onverhard. Nou, meer dan 15 kilometer onderweg. Achter ons gebeurt. Op weg naar 20 kilometer. Heel veel asfalt. Oh, best lekker in die bossen net. Maar nu heel veel asfalt en een stukje naar boven. En dat is het asfalt achter ons. Maar wel stil asfalt. Alle afstand erop. Hoe gaat ie? Mooi, mooi, mooi. Ja, ik hoef niet zo ver als jij. Nee. Oh, vrek. Nou, dat valt dan toch weer. Ik hoef maar 6 kilometer weg. Dat valt dan toch wel mee. 6 kilometer, dus we gaan nu weer richting Apeldoorn. Ja. Kijk. Lekker, lekker. Nou. Ja, je hebt even voor de boeg, Kai. Ik mag de rest van de rest nog een keer zo'n afstand. Ja. Ik heb ook nog hier onderweg. Ja, jij ook. Ja, dan gaan we de tweede ronde van de marathon in. Die kant is nog bijna 2 kilometer naar de start. Hoppa! Hey! Hoppa! Zo. Nog een rondje. Volgens mij ben ik harder gaan lopen dan ik eigenlijk gepland had. Mijn benen zitten er nog op, dus we doen gewoon nog een klein rondje. Nou, we ruim 26 kilometer gedaan. En nog een beetje naar boven. Een paar keer naar beneden. En dan één lange afdaling naar de finish. Hoppa! Even samenvatten, we hebben het 30 kilometer gehad. We gaan nog een stuk naar boven. Na het rondje. Na de afslag van rondje 2 zijn we. Ja. En nog maar heel weinig lopers over. Loopt lekker alleen. We hadden net wel een feestje was bij Arre. Bij het 30 kilometer punt. Begin ik toch wel te voelen dat het 30 kilometer gelopen is. Maar, het laatste stukje doen we ook nog. Ik heb visite gekregen van Peter. Hey Peter. Hey Wet. Ik ben Kai. Aangenaam. Aangenaam. Schijnen nou op een schema te lopen van 3.20. Veel beter dan ik had verwacht. Of in ieder geval gepland. En ik denk dat we dat gaan volhouden. Even gaan proberen te volhouden. Zeker. Nog een paar kilometer. En dan... ja, Jasper die... Kijk, nog 10. Onder de 3,5 lukt het makkelijk. Ja, precies. Ja, makkelijk. Het is niet dat je vrouw heel fris voelt als je aan de finish komt. Maar... gaat lukken. Ja. Nou, nog even 10 kilometer erin, Jasper. De 41 kilometer, jongens. Komt u dan. Wordt je. Zo, weer een grote domme tijd. Ja. De grote tand is kilometer. Hey.
12. Mooi, mooi. Jan Paul komt de bas binnen als we kijken naar de hele marathon. En met de marathon van de hele marathon 3,4 minuten. Mooi gemaakt, wat beter dan Kai. We hebben net een marathon gelopen in 3:12. Hoppa. Nog wel gepland op 3:30 te lopen. We hebben een finish op 3:12. 3:11, nee, ik veel. Dus het ging best lekker. Daar komen de medailles. Had ik een medaille? Heb je al de hele gedaan? Ik heb al de hele gedaan. Hartstikke bedankt. Zo. Ergens op terug te doen. Zo, hier, mag ik even vast. Ik heb 45 minuten. Ik heb collega's van de politie. Zo! En die hadden gewoon een spotshirtje aan. Ik denk, fijn, ik heb gewoon een finish gelopen. Ik ben weer teruggelopen.